De bouw van een nieuw woning- en winkelcomplex in de Hoofdstraat van Hoogeveen komt weer op gang. Het heien gaf een probleem en daarom wordt er nu geboord. Dat is onze boorpunt. Die gaan we eronder lassen en daarmee boren naar beneden. Naar 14 meter halen. De boorkoppen zorgen ervoor dat het met het trillen gedaan is. Omdat die boorkoppen vastgelast worden, is er voor elke buis een nieuwe kop nodig. Op deze plek naast de kerk, midden in het winkelgebied, komen behalve winkels ook appartementen. De bouw daarvan liep vertraging op toen panden ernaast schade opliepen. Trillingsmeters gaven ook al aan dat het niet goed ging. Het wilde gewoon niet meer. We hebben allerlei manieren geprobeerd om de palen erin te krijgen. Verschillende diameters, verschillende heivalhoogtes. En het lukte gewoon niet. En we waren 2 weken zijn we bezig geweest en het lukte gewoon niet. Dus we moesten er gewoon mee staan. En nou een andere techniek? Ja, in de geschroefde stalen buis, zoals u hierachter ziet. Trillingsvrij. Zoals u voelt helemaal niks. En zo heeft de buurt er ook geen overlast van. Boren dus in plaats van heien. En de buizen gaan nu soepel de grond in. Maar het is wel een veel duurdere methode. Een paar jaar geleden gaf de bouw van het appartementencomplex De Kaap met een grote parkeergarage ook al problemen. Daar moesten de heipalen allemaal vervangen worden. Toen bleek dat het beton niet uitharde door ondergrondse waterstromen. Bij de bouw van de kasket gaat het nu veel verfijnder. Ja, het is een heel mooi gebouw. Duurzaam. Er komen hele authentieke bouwmateriaal komen terug. Hardhout kozijnen, sluitstenen op de rollagen. Een mooi verband, metselverband. Dus ja, een mooi authentiek gebouw. Uit de boorkop stroomt tijdens het boren een soort cement dat voor een stevige basis om de buizen zorgt. En het pand erbovenop, dat wordt straks een plaatje.